Oh, jas. Bob. Hmm. Bob. Hmm. Bob, heb je die tijger gezien? Welke tijger? Alle vermoedens worden bevestigd. Hier heeft u een officiële bekendmaking. Sam, tot. De plantsoen is niet. Hier is uw aangiftebiljet. Aangifte, waarvan? Kijk, dit is een apparaat om tijgers te meten, ziet u? Ik had er nog zoveel willen vragen. Goedenavond! En het klapstuk van het programma, dat in diezelfde geest zal worden samengesteld, wordt het kijken door het sleutelgat naar de tijger in de badkamer. Als u dat toch bent, gaat u ook mee even zitten. Nee. Ik blijf wachten. Ik kan staan. Nee, u gaat zitten! U gaat nu op een blikje zitten! Met ingang van vandaag boen ik geen vloeren meer. Ik vlecht waterlelies in mijn haar. En begin met mijn bedwelmende dans. Ik smeek je. Raak me niet aan, jij trol uit het hoge noorden. Komt u voor de tijger? Helaas, ja. We zullen proberen het kort te maken. Nee! 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 We gaan wel aan het voeteneinde zitten. Ons is opgedragen om u een, als het ware, persoonlijk verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken over te brengen. Er is iets gebeurd. Ik hoor geen enkel, ik laf van de hond. Meneer O'Hee! Ja, hier ben ik. De zaken nemen een onrustige wending. Even een ogenblik geleden. Wij dat ons even maken. Ja, en wij waren vooruit gegaan. Er zit maar één ding op. Er moet iemand naar de badkamer gaan en in bad gaan zitten. Het is van groot politiek belang. Artistiek belang, wetenschappelijk belang. En wat zou je er mooi uitzien in dat bad? Tussen een tijger en een mahalaja. Zeg maar gaan, ja. Ja. Goedenavond, dames en heren. Wij hebben nog geen dringende zaken afstand. Ja, de Maratja die vertrekt dus ook, wij hebben haast. Uw nederige dienaar, madame. Ja, maar wij zien elkaar in ons nog. Ja, ik zie ook niet in... Mijn werk roept, ik moet afscheid voor u nemen. Het is niet ons... Thank you.